Alright allemaal jongens, welkom bij Loco vs. World. Helemaal te gek dat jullie weer terug zijn hier op dinsdag. Een beetje een aparte dag. Als ik een beetje ziek klink, dat komt omdat ik ben vandaag thuis gebleven. Omdat ik ziek ben, morgen ga ik weer te werk. Maar voordat we deze video gaan beginnen, jongens, wil ik even een mededeling doen. En ik wil even mijn excuses aanbieden aan Game Meneer. Ik heb zaterdag iets gezegd over hem wat niet echt leuk was. En dat zijn kwaliteit heel slecht was. En dat is niet eerlijk, want hij maakt gewoon hele leuke video's. Dus mijn excuses daarvoor. Daarna wil ik nog even zeggen van mijn nieuwe kanaal Loco vs. Game is op dit moment live. Al sinds gisteren eigenlijk. Dan spelen wij gewoon leukere games van... alles met singleplayer eigenlijk, met iedere Dying Light heb ik naar FIFA, dan spelen we niet, maar Advanced Warfare. Eigenlijk van alles gaat er langskomen, dus dat is een leuke, ik zet wel even een linkje naar het kanaal hieronder op mijn video. Daarnaast wil ik ook nog even zeggen dat dat Ralph Super heeft een mooi nieuw logo gemaakt voor de crew. Die heb ik even opgezet, kijk hoe dat staat. Ik weet niet of ik hem ga houden, maar hij staat nu op jullie auto's. Dus laat ook even weten wat je daarvan vindt. Dan gaan we nog een race testen van Limburg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus een hele mond vol. En dat ga ik eigenlijk doen omdat ik dat eerder ook al van plan was. Weet je wel, ik heb er een video voor gemaakt destijds. Om te kunnen kijken van ja, wat vind ik er nou wat van? Kan ik er een rating aan geven? Dus ik ga eigenlijk even naar mijn garage. Dan ga ik even kijken. Als we naar beneden gaan. Hallo? Er gebeurt niks. Blijf even hangen. Er wil wat gebeuren. En ik ga jullie even twee dingen laten zien. Eén, ga ik even de race opstarten. En twee, ga ik even kijken wat jullie van het logo vinden. Ik heb hierop volgens mij nog wel een logo. Ja. Kijk. Dit is hem. Zo, even een klein beetje inzoomen op het logo. Ik heb zelf nog iets aangepast met dat de achtergrondkleur weggaat, dat die nu transparant is. Dat zie je nog niet in deze versie, maar die heb ik er alvast wel zo aangepast. Ik vind het een leuk logo, moet ik zeggen. Dus ik maak er even een fotootje van. Die zet ik even naar Social Club. Alright. En nu het moment van de waarheid. We gaan even een race testen. Dan gaan we naar online jobs, host job. Stuntjump 007. Ik ga met mijn eentje proberen te doen. Dus ik ga even kijken wat het is, zodat ik ook niet gedeeld kan worden. Dus dan gaan we even kijken. Het is misschien een beetje saai. Maar we zullen het zien. Alright, we zetten eerst even de radio uit. Het is best wel apart, want ik heb standaard ingesteld dat mijn radio uit moet staan. Maar ja, point-to-point GTA gaan we doen. En play. Ik ben benieuwd, jongens. Ik ben in mijn eentje, dus misschien dat ik nog wel beeld te koken kan behalen. Laten we de Dinka erbij pakken. Dinka, gebruik die ook nog eens een keer. Alright, Stuntjump 007. Ik ben benieuwd. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik de boost zou hebben. Heb ik helaas niet. Maar ik ga even kijken waar dit over gaat. Sowieso zie ik al veel bochten en turns en alles. En ik ben benieuwd waar het eigenlijk al heen gaat. En of ik al de goede auto ook heb. Stuntjump 007. Wow. Hé, maar volgens mij heb ik deze keer al eens een keer gespeeld. Dan gaan we hier de berg in. En dan heb ik straks ineens een mooie bocht rechtsaf. Wacht even, first person zou misschien mooi zijn. Wow. Wauw, hoe kreeg ik dat voor elkaar? Wacht maar even. We springen het even uit. Hoppa.
Oké, dan gaan we verder de stad in, blijkbaar. Het zijn niet hele grote jumps, maar ik denk wel als je met dit met je vrienden aan het spelen bent, wow, dat het wel voor zorgt dat je wel wat spanning houdt. Dan de goede vraag, keer er gewoon omheen. Nee, dat kan niet. Meestal ga ik er gewoon omheen. Dus wordt hier geforceerd om er door te gaan. En we hebben weer muziek. Heel knap. Vind ik heel knap omdat we het juist net uit hebben gezet. Hierin. Alright. En dan gaan we over de finish af. Rijden kan ik niet blijkbaar. Wauw. Oké. Geheel onverwachts eindigen we toch op de eerste plek. Maar ja. Jongens, ik wil je bedanken voor deze video op deze rare dag. Ja, ik moest het er even uit voor Game Meneer. Sorry nogmaals, Game Meneer. En het spijt me als ik daar ook mensen mee heb gekwetst. Jongens, ik wil je bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Ik zie je de volgende keer. En bye bye. Loco.